Ik was 13 toen ik voor de eerste keer het werk van Roger Ravel echt goed zag. En ik mocht toen van mijn ouders, ik had zelf gespaard, een werk kopen, een litho. En dat was mijn eerste contact met Roger Ravel, met zijn werk. We hadden een zeer groot respect voor die man, die al een beetje ouder was, die met een oudere dame kwam, Zulma. Hij met een klak op en die keek en zei dat het goed was. Geen zelfhumor, ook zeer weinig contact met hem, maar de beelden, die schilderijen, die spraken werkelijk voor zichzelf. Nu in deze tentoonstelling, daar zijn voor mij zoveel ontdekkingen te maken. De zichtbaarheid, die wordt perfect leesbaar en de leesbaarheid wordt zo zichtbaar. De generatie van vandaag, twintigers en dertigers en zelfs veertigers, die lezen Ravel heel anders. En dat heeft niks te maken met bijvoorbeeld, is Roger Ravel nu een onbekende pop-artkunstenaar of niet? Roger Ravel is geen pop-artkunstenaar. Roger Ravel is een schilder. Roger Ravel is een tekenaar. Wat is schilderen en tekenen? En dan moet ik Cézanne citeren die op een bepaald moment zegt, als je het niet meer weet, schilder dan uw kachelpijp maar na. Maar de manier waarop die kachelpijp wordt nageschilderd en dat normale, dat wordt bijna abnormaal en dat irriteert, dat roept vragen op naar wat is dat nu een sterk beeld. En ik vind normaal, vind ik zeer belangrijk. Waarom? Normaal betekent wegnemen wat niet interessant is, wat er niet toe doet. En dat doet Roger Ravel vanaf het begin. Die verhoudingen van die man in een soort van arbeidsatmosfeer, aan een brug werkend of in de tuin werkend of bij een schutting werkend, dat zijn heel normale thema's. Maar die normale thema's worden op zo'n manier gebracht dat je denkt van, bon, wat is dat nu als iemand op die manier een beeld maakt en waarom maakt hij die beelden? Het werk is zo rijk, het werk is, denk ik, en vind ik zelf zo sterk, en dat was al toen ik 13 jaar was, toen ik die litho heb mogen kopen, dat moet heerlijk zijn om hier tentoonstellingen mee te kunnen maken.